Dit is koningin 63. Daar hebben wat imkers al van nageteeld vorig jaar. Een andere Martijn. Dat hij het erg goed deed. Ook de F1's hiervan deden het erg goed. En ik heb haar in een nieuwe kast gezet met twee raampjes. Nou, kijk hoe ze dat weer heeft opgebouwd. Dus ja, dit moet je eigenlijk behandelen als een jong volk met een oude koningin. Dus je mag je eigenlijk nog niet alles van verwachten. Ook hier gebruik ik even geen rook. Ook al is het wat fris vandaag. Ah, ik zie hier uitgebeten doppen. Dus het lijkt erop dat ze hier een koninginwissel hebben gedaan. Dat zou een vervelende conclusie zijn. Want dan is die peemoer weg. Ik zie ook nog helemaal geen broed. Ik zie wel een broednest wat voorbereid wordt. Ik moet rustig bewegen, vooral als ik geen kap op heb. Dan zou je hier een onbevruchte moer verwachten die daar broedig is. Of ze hebben een koningin gemaakt die is toch nog op bruidsvlucht gegaan eind vorig jaar. Ja, ik zie haar hier al lopen. Hier loopt een onbevrucht moertje. Gelukkig zien we haar. Dat betekent dat we heel makkelijk dit volk kunnen redden. Daar loopt ze. Oké, hier zien we haar lopen. Nou, wel in één keer goed pakken. Dus dit is typisch een onbevrucht koninginnetje. Je ziet ook hoe klein ze is, hoe klein haar achterlijf is. Even kijken of jullie het zien. Hoe klein haar achterlijf is. Ook heel puntig achterlijfje. En zij moet helaas verloren gaan. Dus ik druk haar altijd plat, dan is ze in één keer dood. Sommige mensen vinden dat niet humaan en die bevriezen haar of laten haar. Maar ze geeft allemaal veel meer stress. Nu is ze echt in één keer dood. Nou, nog wat lege ramen. Met wat nektar. Nou, ik ga hier een mini plusje voor halen. Zodat ik dit volle kan redden. Dit volk heeft geen koningin. Dat had een peemoer, koningin 63. En daar zag ik uitgevreten doppen. Dus ze hebben in het najaar of zelfs misschien in de winter is die koningin verloren gegaan. Hebben ze een nieuw koninginnetje aangetrokken die natuurlijk niet bevrucht is. Dat is een onbevruchte koningin, die wordt ook niet meer bevrucht. Dus dit volk zou ten dode opgeschreven zijn. Ik heb de koningin gevonden, platgemaakt. En nu is dus een echt moerloos volk. Ik heb hier een mini plusje staan met nateelt van lijn 36 van de VSA-teelt. En die koningin zet ik met een overzetraam. Dat is dit raam. Dat is een dadantraam. En in dat dadantraam passen twee mini plusraampjes. Daar doe ik twee raampjes met broed. Daar zet ik de koningin op. En dat volk zet ik hierin. De bijen krijgen ze er ook bij. Die gooit je via de voerbak. Gooit die erin. Dan heb ik wat meer rust in het volk. De vliegbijen vliegen weer terug, want deze... Dit volkje stond ze hier dichtbij. Die vliegbijen vliegen weer terug. Dus een hoop van die bijen die blijven hier niet. Is ook niet nodig. Maar die vliegen dan naar het volk wat ernaast staat weer af. Dus dat versterk ik daarmee. Nou, aan de slag. Twee, vier, zes, acht. Ja, die heb ik eigenlijk wel nodig. Een prachtig raam, maar toch gaat hij eruit. Zo. Een mooi groot vol voerraam. Ja, zo'n volk heeft natuurlijk weinig broed gehad in de winter. Ik weet niet wanneer die koningin verloren is gegaan. Maar dit raam wil ik er sowieso uit hebben, want die is kapot. Ja, die kan eruit. Blijkbaar
als ze breken, breken ze altijd hier af. Dan wordt dat mijn voerkamer en dit mijn broedkamer. Zo. Ik geef ze een broedkamer van 3 ramen. Plus die mini plus raampjes. Zo. Dus hier komt een mini plus raampje in. Het overzetraam. Dit wordt dan mijn voerkamer. Dit raam heb ik nog nooit gebruikt. Helemaal mooi nieuw. Mooi nieuw. Eigenlijk is dat helemaal niet mooi. Wij houden niet van nieuw. Wij houden van gepropelliseerd. Ja, daar loopt ze, rood gemerkt. Helaas op een raam zonder broed. Dus dan zoek ik een raam met broed. Ik wil haar met broed overzetten. Oké, dit randje kan even weg. Dan heb ik hier dan een mooi broedraam. Ja, hier ook larfjes. Ik zie hier ook poppen die geruimd worden. Of poppen, 1 pop die geruimd wordt. Ik zie hier ook larfjes. Oké. Dan hebben we dit raam. Je ziet ook het gedrag van deze koningin. Ik weet niet of jullie het zien. Maar die gaat gewoon verder met het werk. Die gaat helemaal niet gestrest rondlopen. En dat, dat zijn ook de koninginnen die eigenlijk altijd aangenomen worden. Zo'n nieuw raam heeft als nadeel dat hij er heel los in hangen. Die mini plus raampjes, dat moet allemaal even gepropelliseerd worden, dan blijft het er eigenlijk veel mooier in zitten. Die zit mooi. Dan gaat deze er tegenaan. Hoppakee. Nog een extra kantraam. En zo. Dan gaat mijn voerbak erop. Zo. Dan sla ik in die voerbak, sla ik dit mini plusje af. Dan lopen die bijen, die lopen vanzelf het volk in dadelijk. Snel de deksel erop. Bij even laten vliegen, dan vliegen ze weer sneller naar binnen. Hoe is hier de onrust? Nou, dat valt mee. Nou, dan hebben we dus dit volk, wat geen goede koningin had, een koningin uit een mini plusje gegeven. Daarom winter ik ook altijd 20 of 30 mini plusjes in. Om nieuwe volken te kunnen maken in het voorjaar. Maar ook volken die dus geen goede koningin hebben. Die niet goed uit de wind zijn gekomen, weer te kunnen voorzien van de koningin. Tot zover.